Suriname zal binnenkort kunnen genieten van een Mahalia Jackson kerkentour. Het initiatief om deze tour naar Suriname te brengen komt van de bekende schrijfster Cynthia McLeod. Deze tour is vanaf oktober 2016 in Nederland gehouden. McLeod zegt dat ze dit initiatief heeft genomen omdat ze weet hoeveel de Surinamers van Jackson hielden. Mahalia Jackson was echt een gevierde gospelzangeres in Suriname. Iedereen hield van Mahalia Jackson de muziek. En Denise Jenna brengt het zo prachtig, zo geweldig. Dus toen ik het hoorde, toen dacht ik, wat zouden die Surinamers genieten als dit ook in Suriname zou kunnen zijn. Dus vandaar dat initiatief. Ik heb wel het initiatief genomen, maar ik ben niet van de wereld van theater en muziek. En er moest een counterpart zijn in Suriname om dit voor te bereiden. En omdat het over muziek en zang gaat, dacht ik, nou, de beste counterpart is natuurlijk de Nationale Volksmuziekschool. Cynthia McLeod. Marisa Pieplenbos, directeur van de Nationale Volksmuziekschool, geeft aan dat de school de volledige productie en promotie van deze tour op zich heeft genomen. Dit gebeurt in overleg met Ricardo Tuinvoort van TRC Promotions, die de productie heeft gemaakt. Wat Pieplenbos ook leuk vindt, is dat er twee lokale muzikanten aan dit project zullen meedoen. Lokaal doet Oscar Koster mee en Ivan Ritveld. En uit Nederland komt met de zangeres Denise Jana mee, komt Walter Muringen als drummer. Ja. Nou, namen waarvan we zeggen, Oké, waar vindt de première plaats? We hebben echt de première laten plaatsvinden in de Grote Stadskerk, want dat is de kerk van Denise's vader, toch? Ja, dus de première is in de Grote Stadskerk. En daarna gaat het in de Centrumkerk, de hervormde kerk. En daarna gaat het in de basiliek, de kathedrale basiliek. En daarna in Ikeri. En als helemaal als afsluiting op het laatst hebben we nog een concert. En daarvoor worden senioren burgers uit alle tehuizen en van alle instanties worden uitgenodigd. Dus die hoeven geen kaartje te kopen. Dat zal in de Bethlehemkerk op Zorg en Hoop zijn. Het burgerproject waar we het over hebben, dat hebben we helemaal losgekoppeld. Als we daar geen sponsoring voor hadden, zou het niet door kunnen gaan. Dus we hebben gelukkig een sponsor gevonden voor een deel van de kosten. En dan gaan we met Quota verder. Die gaat ons ondersteunen om het te organiseren. Dus dat is eigenlijk een project ernaast, hè? Ja, maar ook heel mooi om te doen, hoor. Ja. Mevrouw McLeod, kort, Mahalia Jackson, wie was zij? Mahalia Jackson was een Afro-Amerikaanse gospelzangeres. Ze is in 1916 geboren. Ze heeft dus echt geleefd in de tijd van die vreselijke repressie. En ze is een van de mensen die geweldig met haar zang geweldig heeft gepleit en heeft gestreden voor die gelijke rechten. En ze liep ook voorin in de optocht, hè, in de demonstraties. Hè. Maar ze heeft nooit gescholden of wat dan ook. Altijd vanuit haar geloof dat het goed moest worden. En vertrouwen en ja, en dat brengt ze op in haar geweldige liederen. Cynthia McLeod en daarvoor zag u Marisa Pieplenbos. De kerkentour Tribute to Mahalia Jackson. Een ode aan Mahalia Jackson begint op vrijdag 17 maart in de Grote Stadskerk. En gaat door op maandag 20 maart. En wel in de Centrumkerk. 22 maart in de kathedraal en 23 maart in Nikeri. De kaarten zijn onder andere te koop bij de Volksmuziekschool.